Het wordt weer eens tijd dat jullie kampioen worden. Ja, het is heel lang geleden. Ja, het wordt tijd, maar ja, we hebben geen druk op ons. Dus het is een nieuw team, maar we gaan ons best doen. We gaan ons best doen om het mogelijk te maken. Dus we hebben een ruime selectie, dus de pitchingstaf is compleet. En we gaan gewoon ons best doen. Dus. Ja, ruime selectie, pitchingstaf is compleet. Hoe staat het, is het team er klaar voor dit seizoen? Ja, het team is wel klaar voor. Kijk, ja, we hebben de pech. We hebben een veld dat we nog niet erop mogen. Dus dat is met de gemeente. Het is een Major League Baseball gekeurde veld. Maar we kunnen nog niet op. Dus wij zijn naast het veld nog steeds in de cage. En gewoon op de diamonds. En je ziet het wel. De jongens hebben veld nodig. Dus ik hoop dat volgende week we erop kunnen. Jullie mogen het veld nog niet op? Nee, nog niet. Want het veld is Major League proof en moet van alles gedaan worden. De infield en de gras en alles. Dus ja, we moeten wachten. Je moet geduld hebben. Dus. Zijn jullie wel op tijd klaar voor de eerste thuiswedstrijd? Jawel, jawel. Ja, we werken hard en wat ik zei. En komende week hopen we dat we naar buiten kunnen. En we nemen veel swings, jongens nemen veel swings. Vandaag kwam het niet uit. Maar we nemen zeker 300, 400 swings. Elke jongen per week, dus het komt goed. Ja, dit is nu een toernooi met 7 innings. Zijn ze al klaar voor 9? Ja, ik denk het wel. De jongens zijn klaar voor 9 en de pitchingstaf ook. Dus beetje bij beetje gaan we verlengen. Vandaag naar 55 pitches en 60 pitches wil ik gaan. Volgende week hebben we nog 2 oefenwedstrijden en we verlengen de armen nog steeds. En ik heb een nieuwe arm erbij, die hoort rond 94 miles. En die stomen we ook klaar voor de begin van de competitie. Wat gaat het worden voor jullie dit jaar? Wat is je doel? Ons doel sowieso, Hoofddorp, ons doel is altijd play-offs. Dus ons doel is, eerste doel is play-offs en de tweede doel is Holland Series. En vanaf daar gaan we. Dus eerst kwalificeren. We willen een gaatje zo klein mogelijk houden naar 1, 2, 3. En dat is ook het doel. Dat we als we komen in de play-offs, dan dat we eerlijke kans hebben met het puntensysteem dat nu, ja, door is door de KNBSB. Dus. Ja, onze gedoodverfde favoriet hoor ik al een beetje zijn, de Pirates en Neptunus. Ja, voor mij is hun favoriet. De bal is rond en wij hebben 9 mannen en ik heb zeker 7 mannen die 300 kunnen slaan. En mijn verdediging is goed en mijn pitchingstaf is goed. Dus ik zie de favoritisme niet zo groot. En iedereen wijst ons bijna elk jaar naar de 5e of 6e plek, maar ik denk dat iedereen weer verkeerd heeft. Dus geen eeuwige tweede, gewoon een keer kampioen worden dit jaar. Ja, het moet wel. We hebben het misgelopen 4, 5 keer. Dus wordt tijd dat we weer eerste worden. En Hoofddorp heeft het nodig. Dus gaan we voor.